Hele goedenavond, je kijkt naar het OudTV nieuws van maandag 4 november. Verderop in het nieuws zijn we aanwezig bij de repetities van het Belgische Holebier theaterstuk Zo'n Lief. We hebben een bijzonder sexy onderbroekenreclame voor je. En we verklappen welk nummer er op 1 staat in de Belgische Homo Top 100. Maar we beginnen met voetbalclub ADO Den Haag, want zij zijn in de prijzen gevallen. Hun project ADO Den Haag en de maatschappij heeft de John Blankensteinprijs voor homo-emancipatie gewonnen. De stichting ADO Den Haag en de maatschappij probeert samen met maatschappelijke partners bij te dragen aan sportieve en respectvolle jongeren. Dit doen zij onder andere door leden van de club naar scholen te sturen om lezingen te geven. De jury wil met het winnen van ADO onderstrepen dat een veilig en open sportklimaat gecreëerd wordt wanneer seksuele diversiteit bespreekbaar kan worden gemaakt binnen een club. De winnaar van de Belgische Homo Top 100 is bekend. Vorig jaar stoot de zangeres Lady Gaga diva Dana International nog van haar troon met haar nummer Born This Way. Maar dit jaar is het opnieuw de beurt aan Lilian St-Pierre met het nummer Soldiers of Love. En ja, je hoort het goed, opnieuw. Want in 2010 stond Eurosongnummer Soldiers of Love ook al eens op 1 in de Belgische Homo Top 100. De nummer 2 is dit jaar ABBA. Dit keer niet met de homoclassieker Dancing Queen, maar verrassend met het nummer Lay All Your Love on Me. Maar de grootste verrassing is toch wel nummer 3. Loreen met haar nummer Euphoria. Morgen zie je in het OudTV Nieuws een uitgebreide reportage die Jens maakte in de Red and Blue over de Belgische Homo Top 100. Het Holebier theatergezelschap Amfitheaterproducties heeft een nieuw theaterstuk, genaamd Zo'n Lief. Het verhaal gaat over twee samenwonende mannen die op een dag geconfronteerd worden met de zoon van één van de twee. Dit gegeven levert emotionele situaties op. Afgelopen vrijdag vond de première van het stuk plaats en René was een paar dagen daarvoor aanwezig bij een van de repetities. Terwijl je in Nederland van de ene Broadway musical naar de andere kunt hoppen, moet je vooral in Vlaanderen zijn als het om intieme theaterstukken gaat. Ik sta vanavond bij het Left Bank Theater in Antwerpen om te gaan kijken naar de repetities van het nieuwste stuk van Amfitheaterproducties, genaamd Zo'n Lief. Naast mij zit Andy. Dag Andy, kun je mij wat vertellen? Wat is jouw rol in dit stuk? Wel, ik ben eigenlijk de regisseur van dit stuk. Ik ben daar een beetje ingerold. Het is mijn eerste regie ook. Ik vind het heel spannend. Het is ook leuk om eigenlijk met zo'n thema's aan de slag te gaan. En ja, dat heeft me wel geprikkeld om dit dan te gaan doen. In het theaterstuk zelf Zo'n Lief zitten daar fragmenten in waar je jezelf ook in kan herkennen? Ja, inderdaad. Er zijn heel veel dingen die eigenlijk bij iedereen in het leven komen zonder het eigenlijk beseffen. De thematiek van een nieuw samengesteld gezin. Oké, in dit geval is het dan een homokoppel die dan er plots een puberzoon bij krijgen. Maar ik denk dat dat iets is waar iedereen wel in zijn nabije omgeving wel mee te maken krijgt. En dat dan ook heel herkenbaar wordt, ook voor mezelf. Omdat ik zelf ook in die situatie zit van gescheiden ouders en hier en daar. En het is allemaal niet zo simpel. En ik hoop ook dat mensen dat ook herkennen van bij zichzelf. En ook dan dat de homo-thematiek ervan kunnen projecteren op hun eigen situatie. Zeg, pa, je valt meer gelijk als op de naam. Waar heb je tegen die gehaald in de promotie of zo? Ik speel de rol van Robbe. En dat is eigenlijk de tienerzoon van Peter. En ik ben 16 jaar. En ik ben zelf heteroseksueel en ik heb het zelf eigenlijk ook een beetje moeilijk eigenlijk. Als personage dan met de homoseksualiteit van mijn vader eigenlijk, die ik tot voor kort eigenlijk nog niet weet, maar die in het stuk dan eigenlijk tot openbaring komt. En ik heb het daar heel moeilijk mee, dus dat geeft wel wat vonken en vuur natuurlijk. De enige hetero in dit homogezelschap, hoe ervaar je dat? Goh, voor mij persoonlijk is het niet zo heel relevant of iemand homoseksueel of heteroseksueel is. Het is echt een theaterstuk eigenlijk en het is ook een heel, heel mooi verhaal, vind ik zelf. En ik vind dat persoonlijk veel relevanter als ik moet spreken over de ervaring die ik hier eigenlijk opdoe, dan dat het gaat over holibies of dergelijke eigenlijk. Dus voor mij is de verhalen het belangrijkste en de mensen natuurlijk ook. Ja. Maar ik vind het niet zo relevant dat iemand homoseksueel is of heteroseksueel. We'll be right back.
Als liefhebber van theater kan ik dit stuk zeker aanbevelen. Vanwege de intensiteit van het verhaal word je letterlijk meegezogen. Momenteel spelen ze nog in Antwerpen, maar ze gaan toeren door heel Vlaanderen en wellicht komen ze zelfs nog naar Nederland. Voor alle informatie en data verwijs ik je naar onze website oud.tv. Mijn naam is René vanuit Antwerpen. Tot de volgende keer. Ah, Andrew Christian. Je weet wel, die ontwerper van onderbroeken die niet onder stoelen of banken steekt, dat zijn doelgroep voornamelijk uit de homo-man bestaat. Zijn campagnes zijn vaak hot en steamy, maar voor afgelopen Halloween was het echt seks zelfs wat de klok sloeg. Het overkoepelende thema van de campagne was suck. Gelukkig geeft de designer zelf toe dat hij schaamteloos gebruik maakt van het principe seks zelfs door zijn modellen dit te laten zeggen. Dat vonden we zelf dan weer fijne zelfspot. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Kijk een stukje met me mee. En het is maandag, dus ik heb een nieuwe gadget voor je. En dit keer is het er eentje voor de griezelfanaten. Om je badkamer een klein beetje op te leuken, hebben we vandaag de bloederige handdoek voor je. Met deze handdoek kun je iedere gast of huisgenoot flink laten schrikken wanneer je hem na douchen bijvoorbeeld op de grond laat liggen. Ja, het lijkt een beetje smerig, maar in werkelijkheid is de handdoek heerlijk zacht. Groot is hij niet, maar ach, soms is het ook wel leuk om niet zoveel om het lijf te hebben. Wil jij weten hoe je deze kunt krijgen? Kijk op de website hoe je eraan komt. Dit was het OudTV Nieuws van maandag 4 november. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je nu nog een fijne avond en daarna slaap lekker.